Het aantal COVID-gevallen is de afgelopen dagen sterk afgenomen. We testen nog steeds een behoorlijk aantal per dag. Maar het percentage dat positief is binnen het aantal testen is sterk afgenomen. De laatste was het zelf rond de 10% en we streven ernaar om het bij de 5% te krijgen. Dit is het COVID-19-journaal. Het nationale COVID-19-dashboard laat zien dat de cijfers aan het dalen zijn. Het is te zien aan het aantal ziekenhuisopnames en op de IC. De voorbije dagen is het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis tot rond de 10% teruggevallen. Maar we zijn er nog niet, want hier en daar worden wel nog steeds clustergroepen gezien waar nieuwe besmettingen overslaan van de ene naar de andere persoon. Ook laat de gemiddelde burger zich pas testen als het ziektebeeld begint. Maar de cijfers lopen terug en dat moeten we nou zo blijven houden. Hebben de lockdown en de maatregelen geholpen? Dr. Ingrid Krishnadat, epidemioloog, gelooft van wel, maar we moeten wel alert blijven. De daling ligt aan een combinatie van factoren. En één grootste factor, denk ik inderdaad, is dat de mensen zich toch wel meer aan de maatregelen zijn gehouden en zich wat meer gedragen. Je hebt nog outbreaks in groepen waar je ziet bijvoorbeeld, daar was pas een begrafenis, dan heb je ineens toch een aantal gevallen. In bepaalde dorpen en parren hebben we ook een aantal situaties gehad waar we nog een aantal gevallen hebben. En die zijn we dus nu, er gaat een team naartoe die extra gaat testen, zodat we goed zien wie daar eigenlijk allemaal positief is. En dan hopen we het daar ook terug te brengen. Maar dus het gevallen van 1 op 1, dat is inderdaad behoorlijk afgenomen. Met name om de manier waarop Suriname eigenlijk in elkaar zit. We hebben een maatschappij waar huizen eigenlijk vrij veel uit elkaar staan. Het overlopen van de ene naar de andere is niet zo groot in alle buurten. En je ziet toch wel dat vooral met name in de winkels, in die sector, zie ik wel dat mensen hun mondkapje opdoen. Mensen dus eigenlijk wel wachten. Ik zie, als ik naar de slager ga, moet ik buiten staan, et cetera, et cetera. En dat maakt in ieder geval dat het niet springt van het ene huis naar het andere makkelijk. En zodat het dus eigenlijk wel, dat de verspreiding dus eigenlijk tegengegaan wordt en dat het omlaag gaat. Daarom zijn die maatregelen, die worden gehandhaafd en die worden bijgehouden. De lockdown heeft meer een disciplinaire maatregel, denk ik, dat het heeft dat mensen een beetje traint om binnen te blijven en niet zoveel bij elkaar over te gaan. Want de echte lockdown zou dus eigenlijk helemaal alles dicht zijn. En die hebben we gelukkig niet meer gehad. Omdat ja, heel wat mensen zeggen, nou wat moet ik nou doodgaan, een COVID of een honger of ik moet werken. Dus het helpt wel een beetje dat mensen dus minder bij elkaar gaan, minder contact hebben met elkaar. Net zoals de avondklok, dat helpt ook dat mensen minder bij elkaar op bezoek gaan. Dus dat is inderdaad wel een maatregel die ervoor zorgt dat het in ieder geval niet van het ene gezin naar het ander overspringt. Omdat die dan uit elkaar blijven en in hun eigen huis. Dat heeft dus inderdaad ervoor gezorgd dat het inderdaad omlaag is gegaan. Onze gezondheidsautoriteiten kijken ook nauwlettend wat er in landen gebeurt waar de maatregelen versoepeld zijn. Wat we zien gebeuren is dat een tweede COVID-19-golf geen onmogelijkheid is in Suriname. Je ziet overal in de wereld, men krijgt een nieuwe golf zodra men die maatregelen loslaat. En als je die maatregelen loslaat, dan gaan mensen weer bij elkaar gaan en heb je weer die contacten en dan... Het probleem is niet van 1 op 1, die 1 persoon maakt 1 persoon ziek. Het probleem is wanneer 1 persoon vele personen ziek maakt en die andere persoon weer vele personen ziek. Dus het is natuurlijk ook een probleem als iemand de andere persoon ziek maakt, maar dat is minder, want dan hebben we het in controle. We hebben genoeg plek voor die ene persoon in het ziekenhuis en we kunnen genoeg aandacht aan die ene persoon geven. Maar zodra het meer worden en het kan explosief ineens veel worden, daar moeten we dus echt op blijven letten. We hebben ook gezien dat er misschien meerdere mensen zijn overleden, moet ik daarover praten, de afgelopen tijd. En
Dat is dus ook omdat er eigenlijk een hele hoop mensen ziek waren in het verleden. Men vraagt zich soms ook af, is deze daling wel echt? Is het waar? Komen die mensen misschien niet meer gewoon testen, want ze zijn bang, ze hebben die beelden gezien in Wanica, et cetera, et cetera. Nou, het zal best zijn, en we hebben het eigenlijk ook wel gezien, dat sommige mensen zeggen van, nee, ik ga niet testen, want dit en dat. Maar de mensen die dat zeggen, die zijn nauwelijks ziek. En het is nou eenmaal zo dat sommige mensen COVID krijgen en nauwelijks ziek zijn. Maar er zijn ook heel wat mensen die behoorlijk ziek worden. En al die mensen die behoorlijk ziek worden, die gaan nog steeds wel testen, komen nog steeds in het ziekenhuis terecht en zien we nog steeds. En ook bij die mensen zien we afname en een daling. Dus daarom kunnen we dus echt toch wel zeggen, er is een afname van gevallen. Want als die mensen veel bleven, dan zouden we zeggen van, er zijn waarschijnlijk toch nog van die anderen, maar die willen gewoon niet komen. Maar nee, het neemt overal af. In de IC neemt het af, in het ziekenhuis neemt het af, overal neemt het af. Dus we kunnen wel spreken van een echte afname. En we kunnen ook spreken ervan dat er inderdaad veel meer mensen genezen. Omdat er gewoon de groep die ziek wordt, die was dus eigenlijk ook maar matig of nauwelijks ziek. Wat betreft het je houden aan de regels, zal het nemen van eigen verantwoordelijkheid het belangrijkste zijn. Niet alleen voor personen, maar ook voor het management van bedrijven en winkeliers. Al is de total lockdown voor het komende weekend vooralsnog opgeheven, de protocollen zijn duidelijk en daar zullen we ons voorlopig wel aan moeten houden, zegt Dr. Malti Mohan Algu, die de Surinaamse COVID-19 protocollen heeft helpen ontwikkelen. Dat is een hele klus om tegelijkertijd voor alle sectoren protocollen te hebben. We moeten ook stapsgewijs gefaseerd het uitwerken. We moeten ook de nodige mensen hebben die aan de protocollen werken. Ik mag niet klagen. Heel veel mensen op wie wij een beroep doen, die helpen ons. Geven hun bijdrage en hun expertise dragen ze aan om te werken aan protocollen. Maar alles gaat stapsgewijs. Pas als de ene goed werkt, gaat de andere ook mee kunnen liften. En een ander punt is wat onze samenleving goed moet begrijpen. Is dat als wij enigszins versoepeling krijgen van de COVID-maatregelen, betekent niet dat jij ook moet versoepelen. Maar dat is niet het geval. Omdat jij heel streng aan de 3 maatregelen houdt, ja, hygiëne, mondkap dragen en fysieke afstand houden, dat maakt dat wij kunnen besluiten om de maatregelen wat te versoepelen. Maar het is allemaal afhankelijk van hoe goed de mensen aan de maatregelen houden. Ja, dus mensen denken, het versoepelt, avondklok, er is geen weekend lockdown en dergelijke, dus ik ga erop losleven. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je nog steeds helder denkt, goed je verstand gebruikt, aan de 3 maatregelen houdt en met de protocollen die nu in place zijn, dat je je activiteiten uitvoert. Niemand zegt dat je thuis moet blijven. Maar je moet aan de regels houden om dat te kunnen doen. Bij het schrijven van een protocol kijken we ook naar documentatie wat reeds erover bekend is. Niet alleen in Suriname, maar in de wereld. We kijken naar bestaande protocollen. We kijken naar leidraden en adviezen die door RIVM en de CDC worden gegeven. En wat WHO ons adviseert. Want er zijn voor al deze protocollen ook guidance vanuit WHO waaraan je moet houden. Een van de guidance is bijvoorbeeld per 10 vierkante meter één winkelend persoon. Yeah? Nu is het zo, dan moet je niet denken van 10 vierkante meter vrije ruimte. Maar je moet de oppervlakte van die winkel in acht nemen. En dan op basis daarvan kan je, als een winkel 7 bij 10 meter is, dan zit je al op 70 vierkante meter. En dan kunnen er best wel 4 tot 5 mensen winkelen met een winkelwagen. En dan moet waarschijnlijk zijn die gangpaden smal. Je gaat dus achter elkaar moeten winkelen. Je moet die afstand van 1,5 meter in acht nemen. En je moet voorstellen dat de schappen als scheidingswanden gelden. Yeah? En dan zijn de andere instructies ook erbij. Ga niet in alles zitten. Yeah? Pak datgene wat je nodig hebt en niet van het pakken weer wegzetten en dergelijke. Heb je het ook gedaan, moet je het ook je handen desinfecteren. Dus
In principe moeten we met z'n allen de protocollen samen in uitvoering brengen. We moeten ons gezond verstand gebruiken en niet dringen en dergelijke. De winkelier die begrijpt ook wel van, als mijn winkel klein is, kan ik misschien 4 of 5 mensen tegelijkertijd binnen toelaten. De overige mensen moeten dan buiten wachten op 1,5 meter afstand. Zodra een cliënt naar buiten gaat, komt de volgende naar binnen. Zo moeten we met elkaar kunnen werken en dat moet wel kunnen totdat er een andere situatie ontstaat dat er een medicament of een vaccin bestaat. Volksgezondheid en regionale ontwikkeling en sport werken samen om de COVID-19 communicatie beter op gang te brengen binnen de resorten en woongemeenschappen dwars door Suriname. De twee ministeries zijn overeengekomen om samen te werken om eigenlijk het versterking van het lokale netwerk dat we overal hebben, de gemeenschapsorganisaties, maar ook de structuren van de regionale ontwikkeling, die overal in de districten te vinden zijn, de resorten enzovoort, om die te versterken in de COVID-communicatie. We hebben een aanpak en we zijn er al mee begonnen om dat voor te bereiden. En het belangrijke is dat we zien dat er veel gedaan is aan communicatie. Hè? En we moeten eigenlijk de realiteit accepteren. Het virus gaat voorlopig niet weg, zeker niet tot er een vaccin beschikbaar is. Plus, het gezondheidssysteem kan niet de bevolking op zichzelf beschermen. En daardoor is er dus veel aandacht aan communicatie. En we zien dus dat er veel gedaan is op het hoger beleidsniveau. Veel gecommuniceerd door de autoriteiten over de uitzonderingswet, de maatregelen enzovoort. En daaronder ook heel veel via de massamedia naar individuen. Wat kan je zelf doen? We kunnen allemaal nou, denk ik, het liedje een beetje zingen, toch? Mondkap op, handen wassen enzovoort, afstand. Dus dat is veel gedaan, maar tussenin heb je nog iets anders. En dat zijn al die organisaties, ofwel officieel, die je ziet bij regionale ontwikkeling, die infrastructuur heeft in het hele land, maar ook de andere gemeenschapsorganisaties, lokale leiders, buurtorganisaties, religieuze organisaties enzovoort. En die doen al aardig wat. Er zijn initiatieven, dus ik ga niet zeggen dat ze niets doen. Maar wat we nu willen doen is echt als een strategie dat aanmoedigen en kijken hoe we hun kunnen versterken om die COVID-communicatie voor te zetten en te verdiepen. Het gaat echt om hun capaciteit en dat zal verschillen per groep en per type organisatie. Maar uiteindelijk gaat het erom, kijk, we zijn veel bezig met informatie verstrekken, wat een basis is en belangrijk. Maar dat gaat niet automatisch maken dat je allerlei veranderingen brengt die moeilijk zijn, toch, in je leven. Dus we hopen dat zij doorgaan en nog actiever zijn, dat de mensen meer controle krijgen over hun eigen gezondheid en beschermend gedrag gaan aannemen. Dat is één. Het tweede wat ook belangrijk is, we zitten in een crisis en het omgaan met de gevolgen van de crisis. Dat we toch een soort wederzijdse communicatie, dialoog op gang brengen daarover en daar aandacht aan besteden eigenlijk. Regionale ontwikkeling en sport, die heeft zijn infrastructuur, we werken eigenlijk al samen. En die gaan natuurlijk dat coördineren en via hun bestaande structuren, maar dat zijn officiële structuren. Erg belangrijk. Er zijn organisaties die soms hebben gezegd, ja, we willen helpen of we hebben een aantal. Het zijn zeker buurtorganisaties waarmee we al contact hebben. Ook andere soort organisaties die capaciteit versterken van kleinere groepen. Maar eigenlijk willen we een hele open aanpak. Dus eigenlijk is het zo van wie belangstelling heeft, voor die is een open deur. En hoe kunnen we het best helpen? Voor organisaties die meer informatie willen, kunnen altijd mailen naar gezondheidscommunicatie@bogsuriname.com. De feedback vanuit de bedrijven en winkels is altijd welkom, zodat het bestaande protocol alsnog kan worden bijgespijkerd. Ik denk dat het wel werkbaar is. Ik zie het ook. Ik ga ook naar winkels. Ik bedoel, soms heb je wel zoiets van, oké, in die winkel staan er te veel mensen binnen. Soms heb je dat ook wel. Maar
Je hebt bijvoorbeeld grote winkels en kleine winkels. Maar ook bij kleine winkels zien we dat de winkelier vanuit het raam of een deuropening verkoopt. Dat kan ook. Misschien is die winkelier nog niet zo ver om al die aanpassingen te doen, zodat hij veilig binnen kan toelaten. Maar ik denk dat ze allemaal geleidelijk eraan werken. Maar inderdaad, het is een leidraad. En we horen graag van de winkeliersvereniging als ze een andere oplossing hebben, zodat wij onze protocol kunnen aanpassen. Want het gaat erom dat het protocol moet werken. Ja. En we moeten het toepassen. En als er zaken zijn waarvan we zeggen van nee, dit werkt niet voor ons, dan kijken we wat we dan wel kunnen doen. Want voordat we het protocol op de website hebben gezet, dus voordat het goedgekeurd is, hebben wij het protocol ook gedeeld met de winkeliersvereniging. En ze hebben ook ernaar gekeken. Ze hadden toen ook al zoiets van, denk je dat het wel te doen is, weet je? Dat er, want ja, als er mensen buiten staan, willen ze allemaal naar binnen. Maar dat kan niet, want die mensen die buiten staan, moeten ook begrijpen, kunnen niet met z'n allen naar binnen. Toch? Want anders kunnen we de afstand niet bewaren. Dus ik denk dat op dit stuk ook een beetje meer in de media gesproken moet worden. Moet meer bewust worden gemaakt van het gaat om onze veiligheid. Waardoor mensen dan op die manier moeten gaan doen. De afdeling Milieuinspectie van het BOG is alvast gestart met het controleren van enkele sectoren om na te gaan als de protocollen daadwerkelijk worden toegepast. We zijn namens het BOG, zeker het ministerie van Volksgezondheid, in het veld om te kijken als de zaken, de instellingen die open zijn gegaan waarvan er protocollen zijn, als ze zich houden aan de gestelde protocollen door het ministerie van Volksgezondheid. En waar we dan misstanden zien, dan spreken we de vergunninghouder aan of om terstond zaken te veranderen. Want gebleken is bij deze inspectie dat de vergunninghouder hoogstwaarschijnlijk zaken niet goed heeft begrepen. En dan leg je de persoon het een en ander uit. Zodoende dat de persoon zich toch zo snel als mogelijk gaat houden aan de regelgeving met betrekking tot de protocollen. Ik heb gezien dat bij de bezoekers het is aangetroffen dat die tafels eigenlijk te veel stoelen hadden. We hebben stoelen laten verwijderen terstond. Dat de sanitizer voor de bezoekers op een verkeerde plaats stond. We hebben een test. We hebben binnen gezien dat het personeel eigenlijk op een hoop was, gewoon in een kleine ruimte bij elkaar. Dus daar hebben we de vergunninghouder gezegd dat hij ook terstond direct maatregelen moet treffen. Verder hebben we gezien dat er mensen binnen in die airco-ruimte waren aan het eten. Die hebben we terstond laten verwijderen naar buiten. Want het is eigenlijk die 100% verse lucht. Verder zien we ook dat er niet dusdanige verse lucht in de zaak komt. Omdat er daar een airco-systeem is en de deuren blijven niet open. Dat zou eigenlijk ook een zaak moeten zijn wat het gaat om verse lucht. U bent gewaarschuwd. Wie zich niet aan de protocollen houdt, zal het gauw merken. Dit was het COVID-19 journaal. Doe het rustig aan en als je niets te zoeken hebt op straat, blijf liever thuis. Werk mee aan een COVID-vrij Suriname en stay safe.